Hey, we zijn weer een jaar verder. Ik heb nog steeds hetzelfde lief en ik probeer te stoppen. Ik probeer te stoppen met het verzinnen van excuses. Ik wil zoveel dingen gedaan hebben, maar het is veel makkelijker om lui te zijn, eerst dingen te doen die niet moeten gebeuren, of bijna beginnen en dan toch gewoon een video kijken. Ik geef mezelf dit jaar weer een zelfportret cadeau voor mijn verjaardag, om later terug te kunnen kijken naar hoe ik eruit zag op mijn 23, hoe mijn vaardigheden als schilder evolueren over de jaren, en om al een beetje te zijn wie ik wil zijn in de toekomst. Ik heb nog steeds een lijst met plannen en ik ben ook nog steeds een uitsteller. Ik weet niet waar ik op wacht. Soms denk ik dat ik te weinig vrije tijd heb, maar ik heb net vakantie gehad en ook niks productief gedaan. Ik wil alles kunnen, maar ik ben bang om fouten te maken en dan moet ik eindelijk eens onder ogen zien. Ik wil dingen doen, dingen maken en het liefst zoveel mogelijk. Ik wil met een potlood in mijn hand door het leven gaan, tekenen wanneer ik inspiratie heb, digitaal of op papier, dat maakt niet uit. Ik wil meer video's maken dan vorig jaar, leren werken met mijn camera en beter worden in verhalen vertellen. En ik wil dingen leren. Niet alleen vaardigheden, maar ook kennis opdoen. Technieken bestuderen en een op maat gemaakte handleiding creëren, zodat ik binnen 10 jaar nog weet hoe het mij ooit gelukt is. Mijn aanpak en opbouw van het schilderij is nog steeds hetzelfde als die van vorig jaar. Ik heb in de tussentijd ook maar 1 keer mijn olieverf bovengehaald, dus ik kan niet veel meer vertellen over wat ik heb bijgeleerd. Ik start met een raster en teken daarop een schets met potlood. Daarna gebruik ik bruin om de waarden op mijn paneel te zetten, zodat ik ongeveer weet waar het licht en het donker thuis horen. Daarna zet ik een eerste laag kleur. Ik begin met het gezicht, omdat ik daar de meeste lagen op wil leggen en elke keer iets meer detail aan het schilderij wil geven. Ik gebruik nog steeds hetzelfde palet als vorig jaar. Oker, bruin, rood, blauw, zwart en wit. Bijna even belangrijk als het gezicht zijn de handen in dit schilderij. Ze zijn iets groter dan ware grootte in een poging om diepte te creëren. En daardoor nemen ze ook een groot deel van het schilderij in beslag, waardoor ik ze niet zomaar kan verwaarlozen. Dat geldt ook voor de pen, camera en het boek. De kleren verdwijnen op de achtergrond en hebben dus iets minder aandacht nodig. Ik schilder altijd in meerdere lagen en deze keer zat er redelijk wat tijd tussen. Ik ben begonnen met mijn zelfportret in begin augustus en heb het pas de laatste week van september afgewerkt. Mijn onderste laag is goed droog, maar dat is niet de reden dat ik zo lang heb gewacht. Het is moeilijker om alles in 1 keer te schilderen, daarom doe ik dat in verschillende lagen. Als je onderlaag al droog is, dan kun je daar bovenop werken en heb je al een ondertoon. Terwijl wanneer je in natte verf werkt, dan mengt die gewoon met elkaar en dan is het moeilijker om de kleur te krijgen die je wilt. Er zitten heel veel kleuren onder het oppervlak van je huid.
Dat probeer ik ook in mijn gezicht duidelijk te maken door overdreven te compenseren met andere kleuren. Vooral rood en blauw. Zoals in de neusgaten gebruik ik niet alleen zwart, maar meng ik voornamelijk rood met donkerbruin. Ook in de oren zie je vaak een rode schijn door het licht in plaats van een donkerdere tint van je huidskleur. Als ik mezelf in de spiegel zie of op een foto, merk ik dat ik vaak blauwe kringen rond mijn ogen heb. Op de foto die ik heb gebruikt als referentie heb ik een klein beetje een baardje. Dat heb ik niet meegeschilderd. Wat ik wel heb geschilderd zijn de gaten in mijn oren en mijn neuspiercing. Dat heb ik pas op het einde gedaan als de lagen eronder droog waren, zodat het goud van mijn neuspiercing er extra fel doorkwam en niet mengde met de donkere kleuren van mijn neusgaten. Ik ga niet voor een volledig realistische look in mijn schilderij. Qua vorm probeer ik dat wel na te streven, maar de kleuren zijn vrij geïnterpreteerd. Omdat ik probeer mijn schilderij iets levendiger te maken dan het echte leven, omdat ik dat zelf iets aantrekkelijker vind om naar te kijken. En het ook boeiend is om op zoek te gaan naar onderliggende tinten. Ik wou dit jaar niet dezelfde achtergrondkleur gebruiken, dus ik heb hem lichtblauw geschilderd. Er zouden duizenden redenen kunnen zijn waarom ik voor blauw heb gekozen, maar ik heb er geen. Thank you.
De gelijkenis zit er een beetje naast. Zeker als het schilderij naast mijn poging van vorig jaar zit, zie je dat er iets niet klopt. Maar over het algemeen ben ik wel tevreden. Iets meer oefenen deze keer en volgend jaar beter.